Dus het onderwerp van deze conferentie staat heel helder: de gezin en gaven van God. En als u zich afvraagt waarom is nou die berg erop? Nou, dat is tijdens onze zomervakantie gemaakt. Dan ben je met je gezin op stap. Mijn associatie met gezin heeft heel veel met vrije tijd te maken. Want als ik namelijk niet vrij ben, ben ik aan het werk. En dan is mijn gezin niet bij me. Dus daarom mijn eerste associatie toen ik hier aan dacht in voorbereiding, toen kwam deze foto eruit dus. Dan weet u ook waarom. En dat het iets met mijn gezin te maken heeft. U zult er wel vaker tegenkomen nog in dit korte half uurtje dat we met elkaar delen. Maar deze is een tekst in Efeze 2 vers 19. Maak die lui hebben, die kunt het meelezen. Zo zijt ge dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Dus de volgende stap die we mogen zetten, als u in het gezin hier een beetje gewend bent, of in het gezin van het huis van God, want we noemen elkaar broeders en zusters, dat is alleen maar als je dus in één gezin bent, is dat je mag wennen om huisgenoot van God te worden, dus bij het gezin van God te komen. En nu gaan we even heel ver naar toe, naar in uw gedachten weg van vandaag. Dat Jezus is weergekomen. We zijn met hem meegegaan naar de hemel. En dan mogen we aan de tafel van God zitten. God de Vader zit aan het hoofd. En wij als zijn kinderen zitten allemaal aan die tafel. Dus dat is het beeld wat u hier bij me voorzien. Huisgenoten van God heeft niet alleen een geestelijke betekenis, maar ook een letterlijke betekenis. Maar heb je dan nog geen keuze? Je hebt er geen keuze in dat je geboren bent. Wie hier ook zit. Tirza. Jij kon niet kiezen dat je geboren bent. Dat hebben je papa en mama bepaald. Nou bepaal jij wel het moment van je geboorte. Jij zorgt voor de weeën. En zodat de hormonen afkomen. Maar niet dat je kwam. Zo geldt het voor iedereen hier. Je bepaalt ook niet in welk gezin je opgroeit. Ik had ze in de auto gewaarschuwd. Die zeiden: jullie komen voor in de plaatjes. Het zijn wat jonge plaatjes. Maar ik wou ze graag alle vier erop hebben. Daar heb je geen keuze. Je hebt ook geen keuze wie je broers en zussen in de gemeente hoort. Je krijgt allemaal cadeau. Als je nou eens mocht kiezen. Zou je dan kiezen voor graag in een rijk gezin te worden geboren? Zo'n gezin waar het geld over de plinten klotst. Waar de maand altijd lang genoeg is. En tegenwoordig heet het niet, je geld is niet op, maar de maand is te kort. Hè? Of je salaris is te weinig. Maar de maand duurt weer te lang. De maand is altijd te kort. Het geld is altijd over. Zo'n gezin. Voor kinderen die dan dromen hebben dat het gewoon altijd gekocht kan worden. Ik weet van mijn kinderen, ze hebben altijd wensen nou. Wij volwassenen ook wel, maar kinderen hebben nog meer wensen. Dat is logisch. Die willen dingen hebben. Of wens je gewoon dat je deel van een gezin bent? Dat je boven in de bergen een bordje droge pasta eet in een berghutje. En die man net voor je gemaakt heeft. Dat zijn eenvoudige dingen. Maar je bent wel met je gezin. Als we dat gebeurd hebben, die keuzevrijheid, dan het eerste, op wie ga je nou vertrouwen? Op wie stel je vertrouwen iedere dag? Sta je dan 's morgens in de spiegel op en zeg je tegen jezelf: ik ben eigenlijk wel zo ontzettend goed. Ik zie er goed uit. Ik heb een goede opleiding. Ik kan het wel. Heel veel mensen hebben dat nodig om zo de dag te beginnen. Dat heet je eigen pep talk. Of neem je dat uitgerekt sterke hand van onze lieve Heer aan. En iedere dag dat je opnieuw begint.
Papa's en mama's weten dat ze iedere morgen voor hun kinderen bidden. Dat doen ze in een persoonlijk gebed. Niet met aandacht, maar met een persoonlijk gebed. Omdat ze willen dat hun kinderen op God gaan vertrouwen. Dus die symbolische hand uit de hemel komt. Dan gaat de belangrijkste vraag: op wie vertrouw jij nu? En je hoeft daar geen gewenste antwoord in te geven. Je moet gewoon in je hart onderzoeken hoe het echt met je zit. En vertrouwen in de Heer betekent, zoals Jezus in de gelijkenissen vertelt, zoals een kind gelooft. Onvoorwaardelijk geloven dat Jezus voor je gestorven is. Onvoorwaardelijk geloven dat Jezus de leidsman in je leven is. Maar ook onvoorwaardelijk geloven dat Jezus degene is die ook voor je kinderen kan zorgen. En dat God het is die op je kinderen is. En dat de engelen zijn die voor je kinderen zorgen. Als je er zelf even niet bent. En vooral als ze wat groter worden, dan heb je ze niet iedere dag meer onder je controle. Onze jongste nu, Jeremy, die gaat nu naar de middelbare school. En dat is het moment dat ze ook uit je, echt uit je aandacht weggaan. Dus de andere dingen gaan. Dus ze komen niet meer tussen de middag thuis. Het is op die manier, op wie vertrouw je dan dat hij door de engelen beschermd wordt? Ik geloof het wel. We lezen de tekst in Filippenzen 1, vers 27 en 28. Leven overeenstemmen met het evangelie van Christus. Zodat ik kan horen, of straks zelfs kan zien, dat u één van geest bent. En samen voor het geloven en het evangelie strijdt. Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen, want dat is het teken van God. Voor hen dat ze ten onder gaan, voor u dat u wordt gered. Eén van geest. In een gezin merk je dat er altijd tegenstellingen zijn. Gewoon, dat heet een generatieprobleem. Maar één van geest betekent niet dat ze exact hetzelfde doen wat jij vindt. Maar één van geest betekent vooral dat je één verlangen hebt. Eén doel. En dat is dat Jezus weer komt. En dat je mee mag gaan met z'n allen. En als er dan tegenstanders komen en er is angst en er zijn problemen. Die komen iedere dag. Wat staat hier dan? Dat is een teken van God. Dus weerstand in het leven is een teken van God. Dan weet u dat u meer op God mag vertrouwen. Hoe is nou je houding in het gezin? Het beste is dat te illustreren met het voorbeeld van een butler. Een butler is namelijk een hoogbetaalde dienstknecht. Dat is niet een slecht betaalde, maar een hoogbetaalde dienstknecht. Die onzichtbaar aanwezig is. En die het helemaal niet erg vindt om even de afwas te doen. Of de glazen mooi glimmen. Die het helemaal niet erg vindt om de schoenen van een ander te poetsen. Moet u voorstellen, even goed nadenken in uw eigen gezin. Het is niet of de ouders de schoenen van de kinderen poetsen, maar hoe vaak poetsen de kinderen de schoenen van de ouders of andersom. Maar denk maar even naar hoe dat gebeurt. Het gaat niet over een oordeel, maar kijk even hoe die dingen in elkaar zitten. Bij ons het gezin is altijd nog best dat wie doet de afwas nu? We hebben een vaatwasmachine, dus gaan we afspoelen. Of hoe jullie zorgen ervoor dat de kleren weer netjes schoon zijn. Nee, dat is niet of de moeder altijd de was doet, nee, of de kinderen daarmee helpen. En de man daarmee helpt. Of dat er gepoetst wordt. Dus je houding in het gezin bepaalt heel erg veel hoe je houding ten opzichte van anderen is. Als je het in je gezin niet geleerd hebt, verwacht niet dat je het in het echte leven gaat doen. Waarom zou je? Als je het thuis niet geleerd hebt. Ik weet nog heel goed dat Melissa die ging een keer ergens anders eten. En toen zei ze letterlijk, kwam ze thuis en ze vallen zomaar op het bord aan. Ik zei, zullen ze honger gehad hebben? Ja, zegt ze, maar ze begonnen ze allemaal direct. Als een bord vol was, begonnen ze te eten. Wat is Melissa gewend? Wat ben jij gewend, Melissa? Waarom moet je op wachten? Melissa is gewend om te wachten tot iedereen een bord vol heeft. En dat je dan tegelijk kan beginnen.
Daar is ze mee opgegroeid. En dat doet ze dan ook. Dus ze is verbaasd als anderen dat niet doen. Maar ze weet nu dat het ook anders kan. Zoals de Wijd schrijft in Jezus de Wens der Eeuwen. Als Gods kinderen barmhartigheid, vriendelijkheid en liefde aan alle mensen openbaren, getuigen ze ook van de aard van Gods geboden. Want de geest die we onze broeders laten zien, toont onze geest naar God. Dus dit gaat verder dan het gezin, dit gaat naar zoals we hier bij elkaar zitten. En de geest die we hier laten zien, is dezelfde geest die we naar God laten zien. Een andere plek zegt zuster Waard, als u uw broeder en zuster zal vermanen over zijn kleding hier, gaat u God ook vermanen over zijn kleding. Want dan is het te wit waarschijnlijk voor uw ogen. Zoiets. Al die dingen zijn een oefening om straks in de eeuwigheid naar recht te gaan. Hoe bereid ben je nou te dienen? Die sla ik over voor de tijd. Voor deze wel. Jezus was bereid om de voeten van 12 volwassen mannen die vies waren van stof te wassen. Bij ons avondmaal wassen we maar de schone voeten van een broeder of een zuster. Eén. Dat waren 12 paar vieze voeten. Hij gaf het voorbeeld. Hoe kan je nou zo ver komen? En ik heb een paar adviezen. Niet omdat ik het beter weet, maar omdat het in de Bijbel staat. Daar komen deze adviezen vandaan. Het eerste is om deze stap te kunnen zetten, is om je rancunes, moeilijk woord voor haatgevoelens, maar dat vind ik een wat vervelend woord, dus ik noem het maar rancunes, om die op te geven. Nou begin ik er niet voor niks mee bij het begin van de Sabbat. Omdat juist aan het begin van de Sabbat alle dingen die tussen ons instaan gewoon aan de kant moeten. Heel veel mensen zeggen, ja dat doe ik voor het avondmaal. Ja, nee, u doet dat iedere Sabbat. Eigenlijk doet u het iedere dag doen. Maar voor over Sabbat wordt het gezegd dat je voor de Sabbat gewoon die gevoelens weg moet. Paulus zegt in Colossenzen 3, verdragen de elkander en vergeven de een de ander. Zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijk als Christus u vergeven heeft, doet ook gij dan zo. Dus wat de ander ook aan u gedaan heeft, hoe onredelijk het ook mag zijn, hoe onrechtvaardig ook, vergeef. Zoals u vergeving krijgt van al uw onrechtigheid. Als u nou meteen volhardt, zult u merken dat het heel vernietigend is. Wraakgevoelens maken je huwelijk stuk. Het breekt je gezin op. Het ruïneert vriendschap. En het brengt een schisma in de gemeente. Een splitsing in de gemeente. Allemaal door die gevoelens. Wat schrijft in Job 21 vers 25, de nieuwe vertaling? Anderen, en Job bedoelt dan ongelovigen. Dus als je gelooft, dan moet je daar geen last van hebben, zegt hij. Anderen sterven vervuld van bitterheid, zonder ooit vreugde te hebben gesmaakt. Nou, de Sabbat is een goed begin om dat achter je te laten. Wat een ander je ook gedaan heeft. Onrechtvaardig ook. Of het nou iemand uit de wereld is, of uit je gemeente, of uit je gezin. Gooi dat. Vergeef het. En u zult een gelukkige Sabbat hebben. Dus vergeef. Echt kleine kinderen hebben er geen moeite mee. Die kunnen zelfs verliezen op zichzelf. Daarom vond ik het zo'n mooi fotootje. Je kan jezelf zo fantastisch vinden dat je jezelf gaat kussen. Dat is toch mooi. Maar wie moet je allemaal vergeven? Begin om je kinderen te vergeven. Begin om je ouders te vergeven. Kinderen. Want ouders maken fouten. Heel veel fouten. Begin om je broeder of zuster te vergeven. Want broeders en zusters maken fouten. Heel veel fouten. Begin om je partner te vergeven. Want partners maken fouten. En begin ook om je collega's te vergeven. Die vandaag misschien op je werk iets gedaan hebben. Of je chef. Vergeef ze. En als ze dat gedaan hebben, ben je proberen om de volgende stap te zetten om die relatie weer te herstellen. In Nederland is het zo. In Nederland is het zo dat je een
En dat is niet in het buitenland zo, maar in Nederland zo. Dat je een cookie-wetgeving hebt. Iedereen weet wat cookies zijn. Sommige ouderen zullen zeggen, waar gaat het over? Gaat het over snoep? Nee, het gaat niet over snoepjes, maar cookies. Het gaat over kleine computerbestanden. Die worden dan door de afzender op jouw computer gezet. Zodat je wat makkelijker volgende keer toegang hebt tot zijn site. Maar je kan er ook mee je gedrag mee aflezen. En net is het zo bepaald dat die cookies de site moet zeggen of ze die hebben. En dan kan je ze zeggen, ik wil het niet hebben. En dan krijg je ze ook niet. Nou, dat is nou een cookie-relatie. Wat schrijft Paulus dan over in Romeinen? Romeinen 12 vers 18. Hij zegt heel letterlijk. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Dit is wel een tekst die je uit kan leggen naar je eigen verlangen. Want je zegt, ja, er staat niet dat ik het met iedereen... Als het nou niet lukt, dan stop ik er maar mee. Nou, het moet niet aan jou liggen, maar als de ander nog geen vrede wil, dan ja, dan houdt het nog een keer. Dus als het aan jou ligt, het niet. Maar als het aan de ander, oké. Dan heb jij in ieder geval vrede, maar de ander misschien dan niet. Hè? Met alle mensen. Dus de waarheid staat in schatkamer 1, dat zit 215. We worden niet bevolen onszelf te doen, wat we willen dat anderen ons zouden doen. We moeten anderen doen, wat wij willen dat ze ons zouden doen, onder gelijke omstandigheden. Dus beste echtgenotes, als u het nou zo leuk vindt om 's morgens op het ontbijt, op het bed een ontbijt te krijgen, maak voor uw vrouw een ontbijt. Want dat staat hier, hè. En beste vrouwen, als je het nou zo leuk vindt om door je man verwend te worden, verwen uw man. Want dat staat hier. Het staat. En als je nou vindt dat een ander voor jou de deur open moet houden, hou hem voor de ander open. Dan moet je eens kijken hoe, als je dat allemaal zo zou doen, wat een mooie gemeenschap je gaat krijgen. Dat is die. Begin onze Sabbat en dan beginnen we zo met het gebed. En ik wil graag Jezus als voorbeeld geven voor het gebed. Als Jezus ging bidden, dan verwachtte hij altijd antwoord. Jezus ging niet op zijn knieën en dacht van, ja, God roept me toch niet. Nee, hij verwachtte antwoord. Maar Jezus liet ook ruimte voor de wijze van het antwoord. Dus het was niet zo dat hij ging bidden, dat hij eiste dat God het moest doen op zijn manier. Het was uw wil geschieden bij Jezus. En als je nou vraagt wat Gods wil is, wat je altijd zou willen, dan komt dat gebed ook wel uit. Dat is echt wat. Dus een stukje samenvat en het is precies 7 uur, dus het komt prima. Als we terugkijken zien we dat, wat mij betreft, het gezin een oefening is voor de hemel. De gemeente is de oefening in het kwadraat voor de gemeente. Voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Als je het hier met elkaar naar de zin hebt, dan zou je het in de hemel ook naar de zin hebben. Het wordt lastig als je het hier niet naar de zin hebt met elkaar. Dan wordt het in de hemel lastig. Dus mijn wens en gebed is dat we goed mogen oefenen hier om klaar te zijn voor de toekomst. Amen. De vlucht, joh.